Hallo kijkers van de Seergamer, dat je kijkt naar een nieuwe video op de Seergamer. En vandaag gaan we een Mytopia doen op de Seergamer. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Want wij gaan vandaag kleding proberen te kopen. En je ziet wel allemaal een poepertje te zien. Zie je, what the fuck, Kevin? Je hebt al wat kleding, dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar eerst, smash me alvast op die blauwe duimpjes omhoog. Even vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en niet te delen natuurlijk. Want dat is echt freaking insane op Mytopia. Dat echt gewoon op mijn hele kanaal, die support nu. 70 abonnees in een weekje gehaald. Het is gewoon freaking insane. Er ligt hier een boekje op straat. We zijn geopend. Het boeit me helemaal niks. Ja, iemand vraagt mijn naam. Natuurlijk vind ik. Kijk, ja. Mensen kunnen mij vragen stellen. Dat mag. Ja, ja. Nee, sorry. Ik heb al genoeg reden. En anders koop ik het bij mijn eigen zaak. Of eigen zaak. Anders koop ik het bij. Bij ons waar ik eigenlijk werk, waar mijn baan is, want dan krijg ik ook wel wat geld terug, dat is logisch op zich. Maar, wij gaan proberen kleren te kopen en je zal wel even kijken aan mijn kleren en dan denk je van Kevin, je hebt een witte bril, een geel brand en een oranje Holland boots. En dan zou je denken, hoe dan? Of tenminste, jij zat toch in de schuld en zo en... Ja, inderdaad. Ik zat in de schuld. Ik heb nu de boete afbetaald, 40k. De casino, nou goed, dat is allemaal al in de verleden tijd. De boete ook al. Wat je misschien wel ziet, is dat ik 6k heb, bijna 7k. Fit uit 54. Oké. Level 2. Nou ja, oké. Misschien wat voor eten en zo. Vitamine PLB, wat bier nog. En ik heb deze nog. Ik weet niet, ik doe deze maar aan, want dat, ik vind dit veel vrolijker staan dan deze hele groene droom. Dus ik heb nog een pants, alleen ik heb nog geen chestplate. Oké, ik ga nu een verhaaltje vertellen, oké? Ik heb deze kleren gekregen bij een soort van fan van mij. Er kwam iemand in mijn werk, toen ik ondertussen aan het werken was. Toen kwam iemand binnen, heel vriendelijk. Kevin, je maakt hele vette video's, hele leuke video's, ga zo door. Je verdient deze witte bril. Ik wou hem nog teruggeven. Zo van, nee, dat hoeft niet, jongen. Ik geef het terug, weet je wel. Of ik geef hem 10 pork. Nee, dat wou hij allemaal niet aannemen. Ik had het gewoon verdiend. Ik dacht van, what the fuck? Dat is gewoon freaking insane. Echt heel erg bedankt. Shout out naar hem. Ik weet zijn naam niet meer. Fuck. Ik weet zijn naam echt niet meer. Oké, het maakt niet uit. Als ik hem zie, dan zie ik, weet ik wel wie het is. Maar goed. Heel erg bedankt voor die witte bril. Het is niet alleen die witte bril, het is natuurlijk ook de grill pants en de oranje Holland boots die hij sowieso moest geven. Want dat is dat de taak was van hem al zo. En het past me echt fucking goed, vind ik. Ik vind dat ik zeg maar de bril een beetje wel goed staat. Ik kijk wel scheel, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het al een beetje grappig. Dus nu voel ik me al weer een beetje weer omhoog komen. Want ik heb nu al 7k, ik begin al een beetje omhoog te komen met het geld. Met minder problemen en zo. Maar ja, de vorige keer, een paar dagen geleden, is er toch nog iets geks gebeurd, namelijk. Die gekke bedreigingen en overvallingen. Ja, ik weet niet. Ik ga die persoon sowieso eens een keer opzoeken in Qtraxia. Dat ga ik echt nog eens een keer opzoeken. Want ik was echt gewoon helemaal stresserig dat ik niet heb gezegd van waar woon je in Qtraxia? Nee, ik was echt heel dom. Zo van Qtraxia, oké. En toen was ik al gelijk weg. Ik ben echt een sukkel. Maar dat maakt niet uit. Ik ga ze gewoon zoeken in Qtraxia later. Weet ik veel. Volgende morgen of overmorgen. Ik weet het niet. Alleen, laten we nu even zoeken naar een kledingzaak. Maar oh, ik vind het zo gek, hè. Dat... Zo iemand, zo fucking random, ineens iemand overvalt. En ik ben al een beetje genezen bij de klap die mij heeft gegeven. Ik voelde wel echt, ik kon even tijdelijk iets niet zien, maar toen heb ik al keihard gestompt. Maar, oh ja, ik heb nog beter nieuws. Hier zijn de inschrijvingen wat je wel ziet. Maar ik heb me al ingeschreven. Ik heb de 2k al gegeven en ingeschreven. Nu is het alleen maar wachten op een sign dat ik ben geslaagd. Ik hoop dat ik natuurlijk ben geslaagd, maar... De kans is klein, maar ik blijf altijd positief, dus hopen. Even kijken. We zoeken voor een kledingzaak. Een kledingzaak. Kom op. Ik wil gewoon een kledingzaak die open is. Dat is het enige.
kledingzaak, hallo. Leeft Contraction nog wel? Ik ben hier al een hele tijd niet meer geweest, omdat ik gewoon... Ja, oh, dit is echt een stad wat ik niet echt... Ik vind het wel een drukke en leuke stad, maar ik vind Hollandia beter. Puur omdat het gewoon veel interessanter is of veel leuker. Kan je je kleding kopen? Nee, vitamine zo. Kun je kleren kopen? Kan je ook kleren kopen? Maar is niemand. Kun je kleren kopen? Nee. Waarom is er geen winkel open? Pop, zeg alsjeblieft dat er een winkel open is. Een kledingzaak. Come on, een kledingzaak. Het enige wat ik hoef is een kledingzaak. Gewoon even om een chestplate te kopen van die 6k. Nou, niet eens 6k. Ik denk dat ik er ongeveer 3-4k aan uitbesteed. En dat ik daarna weer gewoon... dat ga ik gewoon aan het uitbesteden. De panden zijn hier leeg en worden niet gebruikt. Kom op. Is dit een kledingzaak? Nee, dat is het wel kledingzaak. Nee, kom op. Nou, er is geen kledingzaak, dus ik ga wel gewoon lekker... De Rebor. Volgens mij heeft de Rebor nog wel een paar winkeltjes openstaan waar de kledingwinkel. Maar ik ben niet zeker dat ze nu open zijn. Maar we gaan kijken. Oké, we zijn zojuist in de Rebor gekomen en is er een winkelzaak open? Kom op, gewoon een kledingzaak. Zijn ze open? Nee. Dat is niet eens wat. Het enige wat ik wil is gewoon een kledingzaak die open is. Echt, ik zweer. Dit is al best wel lastig op zich, gewoon om een winkel te vinden met de kleding. Ik zweer. Kom op. Kledingzaak die open is. Ik kan gewoon letterlijk geen kledingzaak vinden. Hoe gek is het dat je gewoon geen kledingzaak kan vinden? Hoe gek is het? Ik snap het niet. En ik pak dit terrasje maar even. Ik sta er maar gewoon lekker op. De zon schijnt ook heel lekker. Het is lekker weer hier in Maidopia in Hollandia. Maar het gekke is toch wel... Hoe moet ik die gast vinden in Contraction? Hoe? Hoe kan ik die gast vinden? Terwijl dat ik eigenlijk... Ik kom voor een Contraction. Dus ik moet gewoon vet veel actief zijn in Contraction nu. Om hem gewoon te gaan vinden. Dat was echt een zoekactie. Oh my god. Ik wil gewoon lekker met hem praten. Dus ons doel is... Mijn doel is dat we gewoon... Hem gaan vinden.